Weet je wat ik echt super irritant vind? Dat zijn van die stomme bijen. Daarom ben ik vandaag letterlijk een bij in Roblox. En dit is letterlijk bijenrace in Roblox. Dames en heren, het kan niet gekker worden, maar het is toch echt zo. En kijk, door middel van te vliegen als een bij, krijg je winst erbij. Dat rijmt. Ik heb dus nu al 22 wins. Op zich ben ik al oké snel als bij. Maar het moet eigenlijk nog veel sneller. Daarom ga ik heel veel wins verzamelen. En op die manier ga ik steeds sneller worden. En ik zie dat ik hier al gelijk een cadeautje kan claimen. Kijk, die geeft me al gelijk 50 wins erbij. Dus ik zit nu al op 100. En ik denk dat we daar over 25 seconden kunnen we daar wel een huisdier mee kopen. Dat hoop ik tenminste wel, toch? Want ja, ik heb op dit moment nog geen huisdieren. En huisdieren, die gaan je sneller maken in dit spel. Oké, ik denk dat we wel die 150 winst gaan halen. Hopelijk kunnen we daar iets leuks mee halen. En eens even kijken. De tijd is om 167 winst. Even kijken. Het beste wat ik kan halen is iets voor 30 winst. Dat is jammer. Maar dat gaan we nou maar eenmaal doen. Want dat is beter dan niks. En we krijgen gelijk een epic. Nou, dan zie je maar weer dat dat een goed iets is. Kijk, die geeft ons gelijk plus 300. Dat is echt wel nice. Hoppakee, laat ik er nog een halen. Terwijl ik aan het klikken ben, want dat is ook nodig. Die gaan we ook halen. Laten we er dan nog één halen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Die gaan we ook. Laten we er nog één halen, want ik heb toch geld zat. Kom op. Ja, weer een rare erbij. Hoeveel pets kan ik totaal gebruiken? Ik kan er totaal maar 3. Oké, dan moet ik het denk ik houden bij 3. En hoi jongens, we gaan nu echt al een stukje sneller hoor. En kijk, die winst gaat. Ik kan straks sowieso die van 250 openen. Oké, we doen hier equip best. Dat hebben we. En kijk ons gaan dan. We krijgen gewoon 800 snelheid erbij. Alleen al door de pets. En ja, we gaan op dit moment echt een stuk harder. Kijk eens, we zitten al bijna op die 250 wins. Dus dat is super nice. We zitten zelfs op 280 wins nu al. Oké, we kunnen dadelijk makkelijk waarschijnlijk wel 2 van die eieren kopen. Dus hey, ik laat mijn poppetje even lekker 1 minuut en 20 seconden doorvliegen als een bijtje. En ik denk dat we, ik denk dat we wel meer dan 1000 trofeeën dan hebben. Meer dan 1000 wins, dat gaat sowieso wel lukken. En kijk eens aan, we hebben zelfs 1.2k trofeeën. Let's go. Bap, bap, bap. Wat kunnen we nu halen? We kunnen deze halen voor 1k. Oeh, ik ben heel benieuwd wat dit ons gaat geven. We krijgen een rare. We hebben ook nog eens geluk erbij. En deze geeft ons, deze geeft ons 2k in totaal. En we kunnen hier een gift claimen. Dit geeft ons nog 500 speed erbij. Oké, dit is echt heel erg nice. En dan moeten we straks gaan klikken, klikken, klikken. Let's go. Kom op. Klik, klik, klikken. Want ik wil de allersnelste worden. Ja. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat helemaal goed. Oké, 10 seconden blijven klikken. Zoals je ziet hebben we al 5k snelheid. Oké, we gaan dadelijk echt heel hard vliegen. Heel snel vliegen. Kom op. Kom op, 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 kom op. En daar gaan we. Auto run on. Let's go. Claim gift. Boom. 500 winst gelijk erbij. En over 1 minuut en 40 seconden krijgen we de OP Boku. Bro, die OP Boku, die ziet er heel OP uit. Dus ik denk dat dat wel heel goed gaat worden. We zitten nu al op 1000 trofeeën. Kijk deze bij. Ga dan. Wait, yo. Dit gaat echt knijtersnel. Kijk, die winst omhoog gaan. Oh, ho, ho. Jongens, ik had niet verwacht dat we zo snel zo goed werden. En kijk eens aan, dames en heren. We zitten al op de 2.8k wins. Ik denk dat we zelfs de 3k gaan aantikken. Dat weet ik wel zeker. We hebben nog 15 seconden. En over 10 seconden kunnen we de GP, of de OP bedoel ik, Boku claimen. Nu al over 5 seconden. Ik ben zo benieuwd naar deze pet. Oké, kom op. 1, 0. Yeah, claim. Eens even kijken. Pets. Hoe goed is Boku? Plus 45k. Oké. OP Boku is ook echt OP Boku. Oké, eens even kijken. We kunnen deze hier openen. 2.5k kost die. Heeft ons iets goeds. We krijgen een common. Dat is het slechtste wat je kan krijgen. Maar ik denk dat die alsnog best wel goed is. De Baby Crab plus 3.75 erbij. Oké, dan gaan we nu klikken. Maar dames en heren, je ziet het al onder. We hebben 45.000 snelheid. Dit gaat echt niet normaal worden. Wij gaan echt vliegen als een gek. We zijn gewoon 10 keer sneller dan dat we eerst waren. Ja, klik, 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 klik. En dan gaan we dan. Let's go. En kijk die winst gaan. Wajo. Oh my god. Ik zit nu al op bijna 2k. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Kijk mijn poppetje hier ook onder in beeld gaan. En hij moet nog de volledige snelheid hebben. Hij heeft nu de volledige snelheid. Ja, 56k. Ik ga gewoon heel die map rond. Ik ga gewoon heel die map rond. Kijk dan. Hoppakee. Plus 104. Oh mijn god. Oké. Oké. We zitten al op 6k. Ja.
wins. Ik had niet verwacht dat we zo goed werden zo snel. En we spenden niet eens Robux. Het is niet eens nodig, blijkbaar. Kijk dan eens. Joh. 10.000 wins hebben we binnen. Let's go. Oké, die pets die zijn dus echt overpowered die je krijgt. Oh my god. Even kijken. Over 1 minuut krijgen we weer wat. Ik denk dat dat zo'n dubbele wins potion is. We zouden ook kunnen rebirthen, maar waarom zou ik? Kijk hoe snel ik al ga. Ik wil me niet rebirthen. 15.000 wins. En als ik rebirth, dan zijn allemaal wins weg. Tuurlijk doe ik dat dan niet. Oké, let's go, let's go, let's go. Ik glitch gewoon helemaal. Zo snel ga ik. Mijn poppetje gaat echt zo. Ik ben heel benieuwd hoeveel wins ik heb over 20 of 40 seconden. Ik denk op 25k. Nah, 20k sowieso. Nou, 25k. Het zou kunnen trouwens, 25k. We gaan het zien. Over 30 seconden. Oh, die 25k die gaat sowieso lukken. Ja, 10, 9, 8. Misschien zelfs die 30k. Gaat die 30k lukken? Ik weet het niet hoor. Het is moeilijk. Het is moeilijk. 5 seconden. Kan die timer gaan? Nee, 30k is wel echt te veel gevraagd. 28k. Ben ik alsnog heel erg tevreden mee hoor. Daar in ieder geval. Daarvoor kunnen we gewoon het duurste ei kopen. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar heel vaak. Iets van 6 keer of zo. Of 5 keer. Dit is echt niet normaal. Hoppakee, let's go. Oh, ik moet tegelijkertijd ook een beetje... klikken, klikken, klikken. Boom. En we krijgen weer een rare erbij. En we openen hem gewoon nog een keer. Hoppakee. Misschien hebben we wel geluk. Een common krijgen we erbij. Dan doen we nu al die bits. Equip best. Kijk eens aan. En dan ben ik heel benieuwd hoe snel ik nu ga. Boom. Let's go. 74.000 snelheid. Oké. En we kunnen hier ook nog onze gift claimen. Boom. Dan gaan we eens naar de store. Potions. Use. 30 minuten keer 2 wins. Ah, oké. En bij 10.000 wins zou ik kunnen rebirthen. En dan kan ik naar de volgende wereld. Dus rebirth is eigenlijk wel nodig als ik er zo naar kijk. Maar nu hebben we ook nog eens dubbele wins. En daardoor gaat dat een beetje heel erg snel. Hoppakee, kijk eens aan. En dan kan ik dus naar de volgende wereld toe. Ik weet alleen niet, ik denk dat ik eerst dit moet afmaken. Ja, ik moet eerst dit afmaken voordat ik naar de volgende wereld mag. Dat vind ik helemaal niet erg. Keer 2 wins. En ja, we zitten daardoor nu al gelijk weer op de 10k. Dus ja, dit gaat wel heel erg hard. We hebben ook deze pose of deze pets hier allemaal gekregen. Heb ik echt geen betere? Nee, ik kan wel. Oh, ik kan een gold craften. Boom, kijk eens aan. Oh, nu zijn we nog sneller. Let's go. Oké, dat is wel heel nice. Omdat ik er 3 van had, kon ik dus een gold craften. Dus daardoor zijn we nog sneller. We hebben nu 78.000 snelheid. We zitten nu alweer op de 30.000 wins. En we moeten nog 40 seconden. Dus dat gaat weer heel erg lekker. En over 45 seconden kunnen we dus ook naar de nieuwe wereld. En daar ben ik vooral benieuwd naar. Naar die nieuwe wereld. Ik wist niet dat ik zo'n goede bij was. Vroeger vond ik bijen altijd irritant. Maar door dit spelletje begin ik ze toch best wel leuk te vinden. Zeker als ze zo snel... Nou, eigenlijk niet. Als ze zo snel konden vliegen, zouden ze nog irritanter zijn. Want dan steken ze je en dan zijn ze al weg voordat je überhaupt een bij hebt gezien. Als hij 80.000 kilometer per uur gaat. Nou, we zitten al op gewoon de 60.000 winst bijna. En we hebben nog 15 seconden. Ik denk oprecht dat we die 65 nog wel kunnen tikken in die 15 seconden. Ja, misschien zelfs 67. Ik 68. Oké, misschien kunnen we zelfs 70.000. Oké. Ik weet niet. Ik kan het niet meer inschatten. Zo snel gaan die wins nu omhoog. Het is echt niet normaal. Hoppakee, we zitten op 75.000 wanneer het eindigt. Ja, zeker. 78.000 blijkbaar nog zelfs. Oké, dat is echt super nice. We kunnen naar de volgende wereld. En dat gaan we ook zeker weten doen. Candy Island. Hello, Candy Island. Deze kost net 80.000 en ik heb dat net niet. Oh, dat is echt heel erg naar. Oké, weet je wat? We gaan hem nog 1 keer doen. Hoppakee. Klikken. Eerst moeten we klikken. Eerst moeten we heel veel klikken, want we willen meer winst hebben. Kom op. Kom op, kom op, kom op. Klikken, klikken, klikken. Dan gaan we die baan afleggen. En dan kunnen wij, als het goed is, de nieuwe pet kopen voor 80.000. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. En hoeveel snelheid hebben we? 85.000. Let's go. Oké, dit gaat echt heel erg snel. Want we krijgen hier blijkbaar nog meer winst voor. Dit is echt niet normaal. Ja, we krijgen plus 2. Oké, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Weet je, ik zie jullie gewoon over 1 minuut en 45 seconden. En dan kijken we hoeveel winst we dan hebben. Ik ga zelf ook gewoon niet kijken voor een minuut lang. En we hebben zelfs een 500.000. We kunnen gewoon letterlijk dit ei openen. Dat is echt niet normaal. Oh my god. Ik had zelfs... ik moet mijn headset weer hebben. Oh my god, 500.000. Hoe goed is deze pet dan wel niet? Wacht, ik weet best. En deze geeft me 64k erbij. Wajo. Oké, we zijn nu echt mega snel. We zijn echt mega snel. We hebben het letterlijk uitgespeeld. Wil je nou nog meer Roblox zien? Klik dan snel op deze video. Doe even een duimpje boven. Vergeet niet te abonneren, want er komt elke dag een nieuwe video. Mick out.